Sinds 10 september spelen de boys één keer league en verleren ze drie keer. Het geduld bij het bestuur begint op te rijtjen. Als je de jongens mooi kwik voetbal in bloeien, ze doen het best al in het protocol. Maar als ze geen inzet op ze tonen, dan ben ik vrij kwart door de bocht gegeven. Is het mogelijk, Big Leagues in de winterstop, dat er nog wat verhoort door een selectie? Dat kan best. Net of we daar nou zo speciaal mee gaan winnen. Maar ja, dan een peer verliezen. Dan zijn we echt een machine, maar dan zijn er misschien wat spelers bij. Wiebe Oordenhuis zal besiekje zijn team weer op de rails te krijgen. Dat moet dan barren in de thuiswedstrijd tegen Noordwijk. De verrassende promovendus die na 9 wedstrijden al zandje punten garen. En dus liek het een drege objecte van de boys die wat zonder vertrouwen spelen de laatste weken. Het scoren is dreeg en ze vallen makkelijk in het eigen netje. Oebelskokker met zijn eerste actie. Maar de boys die hebben in het begin van die eerste helft wel het heegste wordt. Maar op een ijs Kokker. Paaske op Roer van de Meulen en dan komt die bal bij René van der Wij. Maar die rjocht het vierste heeg. Ja, een beetje kenmerkend voor het onvallend vermogen van de boys op dit stuit. De doelpunten binnen het duur. Dat blijkt ook uit deze actie. Inzet Roel van de Meulen wordt voor de Linnen nog werkeerd. Nee, het offensief weer er wel, maar het rendement nog net. Mooie paas op Oebelskokker. De jubilaris, hij speelt zijn 150ste wedstrijd voor de boys. En kan dat bekronen? Ja, nee. De bal wordt van de Linnen verwerken. En dat betekent dat we de eerste helft afsluiten met 0-0. Ja, het zit net mij bij de boys. Ze moeten heel hard werken voor het rendement. En wat kan Noordwijk? Ze hadden net een soort sjen letten, maar je dan toch het gevaar voor de goal wat ontkracht wordt door Roel van der Meulen. Noordwijk, de verrassende nummer 5 dus in die topklasse. Ja, die willen dan toch wat sjen letten. Een 4 afstandsschot, maar ook een knappe redding van Jacob de Vries. Op dat schot van Bram Meurs. Maar dan weer de Harkema, met Roel van der Meulen. Prachtige stekpaas op Rob van Bunderen. En die mat die scoren dan Iepenbrekken, maar doch dat net. Hele grote mogelijkheid in de 66e minuut. Dan van over de flanken komt de bal voor de voeten van René van der Wij. Ek een inzet die beter laat verzinnen hier. Maar weer kjellet het zwier bij Harkema's boys. En dan kan Noordwijk hopen op misschien wel wat meer. De kopbal wordt kreeg pakt door Jacob de Vries. En Boetenbeeld had hij een hele vlugge spelhervatting. Een perfecte uittrap op Oebelskokker. Die controleert, die kan alleen nog op een goalie. Ja. En dan is het eindelijk 1-0. In de 69e minuut is het Oebelskokker die de keeper passeren mij. En de boys dan eindelijk op voorsprong zet. Maar wat een prachtig voorwerk van Jacob de Vries. Een assist van de keeper. Zorgen dus voor de voorsprong. En dan moet de boys op jacht naar een grotere voorsprong. Want 1-0 is wel heel mager. De corner veroorzaken door Noordwijk. Wordt naam door Oebelskokker. En keeper Hans van der Bos doekt eronder terug. En dan is het Erik Eleveld, de invaller. Die de score naar 2-0 tilt. In de 81ste minuut verdubbelt hij de voorsprong van de boys. Maar ja, ze gaan vaker 2-0 voorstien in de slotfase van de wedstrijd. Dus het is nog net heel naldien. En wat kan Noordwijk dan nog in die laatste minuten? Ze besieken je nog de aansluitingstreffer te krijgen en die schijnt er te komen. Maar gelukkig voor Harkema's boys is Jacob de Vries heel best in vorm. En ze wint Harkema's boys de tweede wedstrijd van het seizoen. Met 2-0 van Noordwijk en is Jacob de Vries de man van de wedstrijd. De laatste weken dan, en dan verliezen een paar potjes en dan zakken steeds verder op de ganglijst. Ja. En dat hebben we de laatste jaren hier maar eigenlijk maar net meemaken. Maar we moeten net snel in paniek rijden. Dus met deze overwinning dan kan we het over wat omhoog zien. Op een of andere manier dan zit ik gewoon in de ploeg om een bepaalde angst, omdat je nog voorstost, dan was dat graag verdediging. En dan doen wij op een verkeerde manier. Het belangrijkste van deze barre tocht van vandaag is dat we gewoon punten toevoegen aan ons totaal.